Wat ik vandaag allemaal kan proeven en doen. En de shape komt straks deze kant op. Mijn gast voor vandaag. Shay is choreograaf en danser. Rats, I count six shots. Bustin' out the bando, a nigga jury real metal like a candle. Bleak. I went from rad to riches to a feature with tilt. I went from smart car to a bitch with some smart looks. And that if an end made my hip limp. I'm going fishing with these little bitty strip dips. And my bankroll kinda big dip. Woo. Over Light Dark, wat is het precies? Wat het idee is? Ja. Het gaat een beetje om de balans tussen licht en donker, maar vooral gezond en een beetje nonsense. Doe maar normaal. Ja, precies. Doe je al gek genoeg? Nou, kan niet gek genoeg zijn, denk ik. Maar mensen die alleen maar focussen op healthy, die missen iets. Klopt. Ben ik mee eens. Als je ook nog een deel common sense gebruikt, een beetje unhealthy. Veel stappen, alcohol, seks, alles wat zeg maar een beetje de dark side is goed voor je om in balans te blijven. Daar is het een beetje gecommuniceerd. In de building! What's up? Yay! Gezelligheid. Ja, we gaan nu lekker eten, hè? Ja. Heel leuk dat je er bent. Ja, heel leuk dat ik er mag zijn. Ja. En we gaan nu even lekker wat dingetjes uitproberen hier. Ben je bezig? Ja. Ik heb al een kleine hapjes voor je met elkaar gezet. Ik wil natuurlijk niet dat je in één keer vol zit, want één zo'n pakket is normaal gesproken best groot, hè? Ja, nee, we moeten alles proeven, hè? Precies, daarom. En... Dus wat heb je? Je hebt hier een proteinbal, deze twee. Mijn persoonlijke favoriete. Ja. Zijn gemaakt op basis van quinoa, gekochte quinoa, notenpasta, chocola, heel veel lekkers. Ja. We hebben hier twee powerballs. Zijn gemaakt op basis van dadels, goji bessen en kokos. De donkere zit ook cacao in, dus extra antioxidanten, ook lekker, en chocolate. Die twee kleine donkere stukjes, dat zijn chocolate banana bread. Ja, lekker. Ja. Die met de bessen is de blueberry yoghurt cake, dus blauwe bessen en yoghurt. En carrot banana spelt cake in het midden. Zorg ervoor dat je zo meteen nog wat ruimte over hebt voor je lunch. Sowieso, yes. Sowieso, okay. Thank you. Enjoy. Is dat chocolade? Ja. Yeah. Pas span. Hij is wel heel heftig, hè? Hij is wel heel machtig. Ik zou het één grapje hebben al genoeg. Ja, dat was dus ook mijn geval. Precies. Ik zou niet zo'n heel ding op kunnen eten. Dan ben ik gelijk voor de hele dag klaar. Maar goed, wel heel healthy. Ja. Mijn favoriet was die banana. Ja. Deze vind ik ook lekker. Die heb jij nog niet geproefd, die? Ja. En die heb je ook nog niet geproefd. Nou ja, dat klopt. Ik zat de hele deze te eten. Oh, ik gewoon, je zit die op te eten. Die vind je wel lekker. Wel ergens voorkom stiekem wel spang, denk ik. En dat ik even... Ik ga deze allebei proberen. Ja. Ja, voor sandwich ging ik op in het dorp doen. Ja. En wat vind je van je sapje trouwens? Lekker. Lekker, hè? Zo. Wat was dat? Oh, die. Blueberry, ja, blueberry. Maar het ding is, als het niet healthy zou zijn, was het spam. Maar omdat het zeg maar een soort van healthy is en heel veel. Je hebt al een vooroordeel. Nee. Dingen zijn niet toegevoegd. Oh. Het zeg maar geen soul food. Het voelt niet zeg maar best wel slap. Maar weet je wat ik wel geloof? Is omdat wij zoveel van die soul food eten en zoveel suikers en dingen. Mensen die eigenlijk dat allemaal niet eten, is. Hun smaak heel anders dan die van ons. Ja, dat geloof ik ook wel. Toch? Ja, ik denk dat ik wel een van die ik hoop dat het net zo lekker uitziet als het proeft. Vast wel. Dat het net zo lekker proeft als het eruit ziet. Oh ja, ik hoor het niet echt. Ik kan de hele tijd het doen. Ik heb het verkeerd om mij zin te maken. Nou, eet smakelijk. Zo wat jullie hier verkopen. Wat is jouw favo? De protein balls. Oh ja, de protein balls.
sowieso. De blondies zijn ook heel erg lekker. De wat? De blondies. De blondies? De blondies, yes. Oké. Zijn gebakjes op basis van kikkererwten. Kikkererwten, daar hou ik wel van. Hou je er ook van, Shay? Kikkererwten? Tegen de muur geplakt. Niet zo fan van de kikkererwten. Nee? Oh, ik wel. Ze zijn heel gezond voor je. En ik denk dat ik hier een beetje afga op het feit van dat kikkererwten zijn, dat ik het niet lekker vind. Die hebben dus nog nooit op. Ik heb nog nooit. Wat is kikkererwten? Nou. Zijn erwten die zijn gemaakt van kikkers? Ja. Kijk, als je zo denkt, dan is het gewoon een niet lust, maar anders. Het zijn gewoon een soort van bonen. Die bonen, die bruine, die groene bonen, toch? Nee. Althans, groen kan ook. Ik kleuren blind, sorry. Heb je kleuren blind? Ja, man. Serieus, ja? Ja. Heel leuk. Oh, echt? Maar dan kun je al deze mooie kleuren niet zien. Hoe ben je begonnen als danser? Hoe ik ben begonnen als danser? Ja, yeah, where did it all start? Where did it all start? Ik denk dat het ook kwam bij mijn zus, die zat op dansen. Ik zat zelf, zat op een voetbalschool. Ik was echt serieus met voetballen. Echt? Was je gewoon echt voetballer? Ik was echt een voetballer eerst. En tot aan scouting toe, ik zat op de KVB. Ik had het eerst gevoetbald toen ik 12 was. En toen op een gegeven moment... Toen ik 12 was, was het heel, wees wat ik heel erg geïnteresseerd in meisjes. Ah, oh, natuurlijk, de red, ja. Dus, zijn er nog leuke projecten in de vooruitzicht? Ja, ik volgende week begin ik met Dance to Dance seizoen 2, RTL 4. Waar bekende Nederlanders dus clips gaan nadansen. Van iconische acties, zoals Chris Brown, whatever. We beginnen volgende week mee. We moeten ook iets van 20 shows maken, dus ik ben daar wat zoek mee. Ja. Zo, 20 shows, waar haal je al die inspiratie vandaan? Ja, dus dat wordt ook een feit. Zeker een feit, maar dat wordt wel goed. We hebben tot de week in april, mei, juni, heb ik 3 maanden om 20 shows te fixen. En ook met artiesten te regelen om die dans aan te leren dag. Gelukkig ben je samen, maar doe het samen met Kenzo. Je vertelde net, je bent ook DJ. Wil je daar nog iets mee doen? Ja. Of is dat nu Nee, het is gewoon leuk. Ik hou van heel veel van muziek. Ik bedoel, muziek is onze number one. Als je als danser, heb je niks aan dansen als je geen muziek hebt. Dus nee. Dat is gewoon iets wat eigenlijk ook gewoon bij je dans hoort. Tot slot, waar kunnen de mensen jou vinden? YouTube, Facebook, Instagram, whatever. Yeah. Tell op, them. Facebook en Instagram. At Shayla Squalang. Spellen. Oh nee, ik hoef niet te spellen, want ik zet het neer. At Shayla Squalang. En in juni op tv. Juni op tv, ja. RTL Dance is Dance. Op RTL 4, om 8:30. De zaterdag, als ik het goed zeg. Vrijdag op 9. En YouTube kanaal subscribe. www.youtube.com/Kenzo en Shay. Voor de meeste... recente video's. Ja, het gaat wel leuk. We gaan heel veel toffe video's posten. Dus subscribe, zodat het wel leuk zijn. Yes! Thank you, Shay! Kijk, Janita, dat is mijn basisschoolvriendinnetje. Way back! Zo leuk! Dit was toch jouw creatie? Dat was mijn creatie. Hoe heb je dit verzonnen dan? Ik was een dagje heel rustig. Ik heb allemaal ingrediënten bij elkaar gegooid die ik lekker vond. Oh. En daar kwam deze uit. Lekker! Ik wil een soort gezonde muesli bar maken, maar de bars waren niet zo mooi. Dat mag ik ooit van. Ik heb allemaal gezonde superfoods. Nou, dat kan jij wel. Het werkte wel goed. Mensen worden boos als ze niet hebben. Echt? Ja. Wat leuk! Ik moest het eruit. Echt? Leuk. Ik zou zeggen tegen de mensen, kom een keer hier naartoe. Zeker als je echt een beetje een healthy foodie bent. Toch? Healthy and delicious, light and dark. Light and dark. Heerlijke sapjes, heerlijke tussendoortjes, maar ook heerlijke paninis voor de lunch. Quesadillas. Chocolate fondue zie ik ook nog eens staan. Yeah. Nou, genoeg keus voor iedereen. Dus ik zou een keer zeggen, ga er een keertje naartoe. Ik ga er weer vandoor. Thank you.